Ik ben Annelies, ik ben 25 jaar. Mijn handicap is, ik ben spastisch. Dit is een aangeboren handicap. Ik heb zuurstoftekort gehad bij de geboorte. En dat houdt in dat dat mijn spieren te sterk zijn in plaats van te slap. Vele mensen kennen wel spierziekte, maar spasmen, daar snappen ze nooit zoveel van. Bijvoorbeeld, als ik val, mij kun je beter laten vallen en me niet oprapen of na een tijdje pas oprapen wanneer ik weer ontspannen ben. Is dat een beperking of is dat geen beperking? Voor mij houdt het niet zoveel beperking in als ik maar in het gehandicapte wereldje zit. Zoals vele mensen dat als negatief ervaren, maar ik ervaar het als positief. Want het is heel goed aangepast, er is een rolstoel-wc. Je hebt een tafel waar je goed onder kan. Je hebt een stuk begeleiding die je handicap snapt. De medecliënten hebben ook hetzelfde. Of iets anders. Maar ze begrijpen wel wat het inhoudt. Vier manieren van zorgen. De manier van de wist-je-datjes. En die mensen zijn ook meestal heel goed in je een spiegel voorhouden. Vertellen wat er gebeurt als je het één doet, wat gebeurt als je het één niet doet. En dat haalt mij vaak over om aan iets te gaan werken. Het tweede stapje is dan, daar heb je mensen met die heel erg veel bezig zijn met de uiterlijke schijn. Heel praktisch, simpel. Als je er goed uitziet, dan komen er meer mensen naar je toe. Als je goed eruit ziet, dan word je ook serieuzer genomen. En dan ga je daar aan de slag mee. Met die mensen ga je vaak op onderzoek van hoe kan ik dat nou het beste aan gaan pakken. In de simpele zin van waar moet ik wezen? Waar moet ik, als ik in dat restaurant naar binnen ga, dan ga je gewoon met diegene samen eens kijken. Waar is de rolstoel-wc? Is er een rolstoel-wc? Want die zijn er meestal niet. Hoe kom ik op? En dan kan je met die ergotherapeut. Of dan is het derde stapje, dan heb je iemand die vaak met regeltjes werkt, veiligheid. En die zijn heel erg goed in dingen ordenen, een werkplek indelen. Of als je naar zo'n niet aangepaste wc moet, hoe zet ik mijn rolstoel neer? En het laatste stapje, dat is dan weer met iemand anders, dan is er nog meestal een aanpassing die er nog bij moet gemaakt worden of wat dan ook. En die zijn meestal, die mensen zijn vaak heel herkenbaar in dingen. Die zijn heel veel bezig met tuinen in de tuin of vakantiekampen organiseren. En die moeten al vaak dingetjes regelen of maken of wat dan ook. En die weet je dan ook al snel te vinden. En wat ik bij het Gors doe, ik woon bij het Gors op een woonvorm. Op de AC doe ik kaarsen maken, beton gieten, houtbewerking, maar ook keramiek, computeren, tekenen en schilderen heb ik nog een tijdje gedaan, sport en spel. Bij sport en spel zorg dat een begeleider huilend naar huis te gaan omdat hij weer verloren is. Bij computeren ben ik op het moment dingetjes bezig aan het uitzoeken voor de nieuwbouw. Ben ik bijvoorbeeld al bij IKEA op zoek geweest naar spulletjes. En ik heb ze gevonden. Ik ben zelfstandig naar IKEA geweest. Heb ik ook de routebeschrijving opgezocht op internet, handig voor de chauffeur, maar ook handig voor het adres, want je moet het adres opgeven. Ik ben nu weer op zoek naar vrijwilligerswerk voor één dag in de week. Werken met kinderen. Kan ik zelf ook weer spelen.